Zondagavond vond er een ongeval plaats op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Een automobilist schepte daarbij een voetganger. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en is een 18-jarige jongen uit Arnhem. Over zijn verwondingen is nog niks bekend. De bestuurder, een 35-jarige man uit Groesbeek, testte positief op een drugstest die bij hem werd afgenomen na het ongeluk. Het 18-jarige slachtoffer ligt momenteel nog in het ziekenhuis.